Programma van Omroep Maas en Mergeland en Omroep Krijtland. We hebben zoals gewoonlijk drie gasten vandaag aan tafel, aan de tafel. En dat zijn dit keer Sander Ruiters uit IJsden. Hij is docent aan het conservatorium in Maastricht en bestuurslid van de Stichting Popmuziek IJsden. Ja. Monique Quint, voormalig PvdA-burgemeester in Vaals. En Michel Rompelberg uit Noorbeek, advocaat en voormalig CDA-gemeenteraadslid van IJsden-Margraten. Ongeveer, zeggen we het dan zo. Goed, laten we beginnen met T-Hunch, de kerncentrale vlakbij het Heuvelland. Jullie wonen in de buurt van IJsden, ik geloof. Ik woon in IJsseland, ja zeker. 30 kilometer daar vandaan. Een centrale geplaagd door veel incidenten, ongelukjes, lekkages, betonrot, brand. Neem het en daar is het gebeurd. Een paar jaar geleden werden duizenden scheurtjes ontdekt. In de reactorvaten en dat is gevaarlijk, vinden steeds meer omwonenden. Zondag 25 juni is er een demonstratie en het is de bedoeling dat 60.000 mensen dan een menselijke ketting vormen van Aken via Vaals, nou het hele traject door het Heuvelland naar Maastricht en dan naar Luik en vervolgens naar T-Hunch. Goed, eerst maar eens even de vraag, wie loopt er mee van jullie? In die menselijke ketting. Mijn familie heeft zich helemaal opgegeven, dus ik sta ook ergens in de ketting. Ja. Dus, je bent opgegeven, ja, maar als het van jou had gelegen, dan... Nee, absoluut. Ik ben ook al vaker naar zo'n demonstratie geweest in Maastricht. Het is een beetje mijn dorp geïnitieerd. Meneer Hoenen en meneer Wellen, geloof ik, zijn een beetje de voorgangers van het hele comité. En ik geloof dat er in dit geval heel veel wordt samengewerkt van de Duitse... Ja, daar is de alertheid begonnen. Ja, daar is de alertheid een beetje begonnen. En ik vind het ook wel typerend, eigenlijk in een hele problematiek. Ik ben er zelf niet super in gespecialiseerd, maar wat mij opvalt is dat heel veel Duitsers enorm betrokken zijn. En de Nederlanders ook. Maar dat de Walen zelf, ik zie ze amper eigenlijk. Ja. Een beetje maf eigenlijk. Ja, dat is constatering, hè. Verder zullen ongetwijfeld mensen zijn daar ook die zich... Ja, maar dat is toch helemaal niet zo vreemd. Want als je naar de energiepolitiek van België kijkt, dan is het voor veel Belgen een soort angstig toekomstbeeld om te denken dat ze met hun energievoorziening klaarkomen zonder de kerncentrales. Dus het is een gedrag wat past bij, ja, jullie kunnen makkelijk kletsen. Wat trouwens ook niet waar is, want wij Nederlanders hebben natuurlijk ook van die gezellige kerncentrales. Absoluut. Maar zij hebben een veel groter probleem als die dingen acuut zouden moeten stopzetten en er dus geen herstart meer mogelijk zal zijn, omdat ze moeten gaan handelen om in dat gat te voorzien. En ik denk dat dat langer duurt dan ze op dit moment voor ogen hebben als ze kijken naar de periode waarin ze dat moeten regelen. Ja, dat is een verklaring zoals je het uitlegt, maar ga je meelopen in die demonstratie? Nee, ik ga niet meelopen, maar dat komt omdat ik aan een bevriende omroep van deze omroep de toezegging heb gedaan om bij hun laatste uitzending nadrukkelijk mijn rol te spelen daar in een panel. En dan gaat het ongetwijfeld ook over dit onderwerp. Dat vind ik wel een zwakse excuus. Ja, als dat er nou niet geweest was, zou Monique Quint dan meelopen in die demonstratie? Nou, ik zou wel arm in arm in dat gedeelte meegedaan hebben. Dat meelopen, dat geloof ik niet. Omdat ik weet dat een bepaalde periode lopen voor mij een grote energieinspanning kost. Dus dat is gewoon een fysiek argument, maar ik zou wel in die keten hebben gestaan. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien trouwens, die keten. Ja. Dat moet wel echt gaaf. Veel linten ertussen, om de gaten te vullen, begrijp ik. Ja, goed. Maar dan nog, het wel een enorme operatie mocht het. Nou, maar goed, maar wat ik nog wilde toevoegen, dat is waarom het ook niet zo vreemd is, mijns inziens, waarom vooral aan de Duitse kant in dit gebied het initiatief snel genomen is. We weten allemaal dat Merkel een aantal jaren geleden buitengewoon duidelijk heeft gemaakt wat zij vond van kernenergie. Daar is heel veel over gepubliceerd toen in de Duitse kranten. Dus ik denk dat de gemiddelde inwoner van Duitsland heel goed geïnformeerd is over de voor's en de tegens van verschillende energiebronnen. Ja, tekent ze wel die Duitsers, vind ik dan weer.
Nou, dat weet ik niet. Maar Nederlanders zijn denk ik over het algemeen erg lui als het gaat om zich te verplaatsen door kennis op te doen. Wanneer het erg ingewikkeld wordt. En als het over energievoorziening gaat, wordt het bijna altijd ingewikkeld. Ja, ja. Michel Rokkelberg, nou, of in de menselijke ketting moet ik zeggen, nou, meedoen. Weet je, om de discussie een beetje te duiden, mag ik eens even de vraag stellen. Wie is er nou überhaupt voor of tegen kernenergie van de mensen die hier aan tafel zitten? Mag ik dat even vragen? Oh, ik ben er absoluut tegen, ja. Dat de enige... Het allerbelangrijkste momenteel ook in de politieke onderhandelingen lijkt bij het klimaat. Okay. En al het kernafval. Ja, en Monique? Ja? Ik ben er dus ook tegen. En dat heeft vooral te maken met dat laatste element wat Sander noemt. Mm-hmm. Ik vind dat als je geen oplossing hebt voor het afvalprobleem wat je organiseert, dat je de komende generaties opzadelt met het oplossen van het probleem waar bijna niet meer op te lossen is. Okay. Nou, ik ben in beginsel niet tegen het opwekken van energie op de kernenergiemethode. Daar ben ik in beginsel helemaal niet op tegen. In Frankrijk zijn er 60 kerncentrales. Die werken allemaal probleemloos. En die werken, daar heb je nooit geen klachten over. Het probleem in Tihange is dat daar gewoon te veel incidenten zijn. Dat er een federaal agentschap is op de nucleaire controle. Waarvan echt wordt betwijfeld of ze sterk genoeg zijn om de druk te weerstaan, of ze deskundig genoeg zijn enzovoort. Dat is het specifieke van Tihange. Maar gewoon als je toch al tegen kernenergie bent, dan hoef je niet nog eens een keer extra tegen Tihange te zijn. Nee, maar wacht even, als ik het even mag onderbreken. Als je een energievoorziening creëert waar een techniek mee gemoeid is, waarvan je weet dat je wel in staat bent om die energie op te wekken, maar je moet toegeven dat het afvalprobleem wat ermee samenhangt... Dat is bij alle kernenergie zo. Ja, en daarom ben ik tegen kernenergie. Ja. Dus als ze een oplossing weten te verzinnen om dat probleem te ondervangen, dan zeg ik, dan maakt het mij niet uit of dat ze kernenergie in de wereld zetten als energievoorziening die goed is, omdat allerlei nieuwe energiebronnen ook hun nadelen hebben. Ja. Want nou ben ik even die naam kwijt van die enorme barsten die ze in onderlagen ergens in de aardkorst weten te veroorzaken, waardoor er gas vrijkomt. Ja. En dat, nou, ik heb daar informatie over gelezen en dan denk je, ja jongens, kom op. Ja. Dat kan ook de bedoeling niet zijn. Dus blijft een probleem. Dus even terug naar die vraag van, ga je meelopen ja of nee? En waarom niet? Nee, ik ga er niet aan meelopen. Ik vind of meedoen in de ketting? Ik kan mij voorstellen dat er rondom die hange een hele hoop vragen zijn en een hele hoop zorgen leven. Ik kan mij voorstellen dat die hele demonstratie een heel welkom evenement is om die zorgen om die te uiten. Hè? Om betrokkenheid te tonen en zo. Maar uiteindelijk, het effect ervan, denk ik niet dat dat door de mensen wordt veroorzaakt. Ik denk dat... Maar is dat dan een reden om niet mee te doen? Nou, ik vind het veel... Als je denkt het effect blijft achter. Ik vind het veel belangrijker dat er een goede controle is op die kerncentrales, ook in België. Met enigszins bezorgd neem ik kennis van die rapporten die dan zeggen, ja, dat federaal agentschap in België, dat is zwak. Dat is politiek gestuurd. Vanuit België, met name Wallonië, weten we dat er nogal wat opmerkingen te maken zijn over de wijze waarop organisaties daar politiek worden aangestuurd. Maar toch, als je dat dan weet, dan zou je eigenlijk voor sluiting moeten zijn als je weet hoeveel incidenten daar zijn. Het federaal agentschap zegt, alle incidenten hebben ze onderzocht. Ze hebben alle materialen en weet ik wat niet allemaal onderzocht. Ze zeggen, dit is verantwoord om dit tot 2025 voor te zetten. Als dat inderdaad op objectieve gegevens is gebaseerd, dan kan ik nu niet meer tegen sluiting of niet meer voor sluiting van die kerncentrale zijn dan dat ik dat 2 jaar geleden was. Weet je wat ik nou zo merkwaardig vind aan het verloop van deze hele discussie over die hangen sluiten ja of nee? Daar gaan wij niet over. Nee. Wij gaan daar niet over. Dat is duidelijk. Maar we hebben zelf ook... Maar je hebt toch wel een mening? Die mening is dat energie, die hebben we allemaal nodig. Ja. Dat bevindt zich altijd in een transitie. Hè? We zijn altijd bezig met nieuwe energiebronnen uit te vinden, efficiënter te maken enzovoort. Zonne-energie nu is een heel stuk efficiënter als dat 10 jaar geleden was. Ja, maar waar komt dan, Michel, waar nou eens die vraag? Dat komt door het doorontwikkelen van techniek. Ook bij atoomenergie
worden de methoden doorontwikkeld. Ja, over een tijdje. Maar waar wordt beslist, ja, waar in de research ongelooflijk veel geld wordt gestopt, ja, om iets door te ontwikkelen? En waarom heeft het zo lang geduurd voordat men bijvoorbeeld zonne-energie dusdanig toegankelijk heeft gemaakt dat het op dit moment in grote delen van, in ieder geval Europa, uh-huh, een belangrijke bron, zo niet de belangrijkste bron van energie is? Dat is een politieke keuze. Ja. Nee. Dat heeft met productiekosten te maken. Maar waarom geef je aan bepaalde kosten wel geld uit of minder geld uit? Nee. Die zonnecellen zijn veel goedkoper geworden. Ja, de laatste 20 jaar. Ja, dat is ook jullie na de maar zomer weer. Ja, nee, maar kijk, we gaan dit onderwerp langzaam afsluiten. Maar je wilt hier ook niet overal windmolens natuurlijk. Nee. Ja, dat is weer een andere discussie. En in België is het natuurlijk toch wel zo. 40% van de energie komt uit kernenergie. Ja. En 20% daarvan komt, of nee, 50% van die 40% komt uit die hange. Dus wij kunnen hier wel allemaal vinden dat we die kerncentrale dicht moeten. Maar dan zadelen we ze wel op met een groot probleem. Ja. En ik vind niet dat we dat lichtvaardig moeten doen. Daar zou je leren hoe je dat doet. Hè? Ja. Ja, ook niet van vandaag op morgen. Ander onderwerp. Het scheelt niet veel. Snel. Ander onderwerp, de trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken. Ja. Dat moet een rustige en vrijwel vlakke fietsroute worden over 30 kilometer van Maastricht naar Hartje Aken. Ja. En die route gaat het vroegere tracé volgen van een trambaan die daar tussen 1930 lag. Kost 4 miljoen euro en de overheid zegt dat moeten we vooral doen. Het is goed voor de economie en het is goed voor de werkgelegenheid. Maar niet iedereen ziet die winst. Ik kan me voorstellen dat als dat weer in je achtertuin gebeurt en je woont al hier in het prachtige Heuvelland, dat ik reed net hier naartoe. En met alle respect voor alle fietsers op de weg, het is hartstikke druk. Ik eigen me er niet aan, want ik heb een redelijk lage ergernisgrens. Het is nu nog vroeg op de dag. Ja, maar je moet je voorstellen, ik kom vanuit IJssel en ik rijd natuurlijk dwars op de Heuvelland. Dat doe ik bijna nooit, omdat ik dat ook echt mijd met de auto. Ik heb geen idee waarom ik hier zou moeten komen met de auto eigenlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt als bewoner van goh ja, ik ben hier expres buiten de stad gaan wonen. Waarom moet er nu weer asfalt komen? Want dan vind ik ook wel een beetje sneu. Waarom zouden we dan een asfaltbaan maken? Er zijn steeds meer bezorgde bewoners die spreken over de toeristische uitverkoop van het Heuvelland. Ja. Kom maar, ik kan me daar wel iets mee voorstellen. Als je nagaat hoe druk het de afgelopen 10 jaar geworden is in het Heuvelland. Dat je wanneer je, het is een beetje vergelijkbaar met Maastricht, hè? Daar woon ik tegenwoordig. De Maastrichtenaren zelf zeggen in het toeristische seizoen, ik ga de stad niet in, want die stad is bomvol, dus ik ga de stad uit. Uh-huh. Dan denk ik, oké, in een stad kan je dat makkelijk doen, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat je met je toeristische drukte een grens overschrijdt, waardoor de mensen die ergens thuis horen, ergens wonen, op den duur vervreemden van hun eigen gebied waar ze wonen. En waarom ik dit zo zeg is, ze hebben in Amsterdam, mind you, daar worden ze overlopen door toeristen. Ja. Daar hebben ze, dat heb ik in de Groene Amsterdammer gelezen, dus een uitgebreid artikel. Daar hebben ze eens een onderzoek laten doen door specialisten. Wat is nou uiteindelijk het rendement van al dat toerisme wat we hier in Amsterdam hebben? Kost het ons meer dan het oplevert of andersom? Precies. En wat zegt dat? En de uitkomst was natuurlijk weer onthutsend. Ik moest lachen, want ik denk, Groene Amsterdammer weet er zoveel pagina's aan, dus ik weet al wat de conclusie gaat worden van het rapport. Dat het meer kost dan dat het oplevert. Ja, nu even terug naar die trambaanfietsroute. Dat is dus hier volgens mij ook de vraag. Ja. Als je zegt, het is goed voor de economie, want ik heb allerhande soorten van argumenten gelezen, dan denk ik, ja, maar voor welke economie? En welke kosten worden wel meegerekend en welke kosten worden niet meegerekend? Ja, daarbij is het zo dat zelfs de directeur van VVV Zuid-Limburg, Anja Nimera, zegt van jongens, dat Heuvelland dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Aan zijn eigen populariteit. We verkopen hier een 5-sterren landschap, maar het is zo druk dat je het niet eens meer kunt zien. Nee. Michel? Nou, weet je, ja. Zeg het maar. De aanleiding om hierover te spreken is, dat zijn de plannen voor die tramfietsbaan. Nou, weet je,
jij zegt, ik rijd hier door het Heuvelland en ik kom overal fietsers tegen. Ja, dat zul je hebben. Die fietsers zullen denken, wij fietsen hier en we komen overal auto's tegen. Je kan het zelf zeggen over motards. En dat komt omdat we hier gebruik maken van de openbare weg. Ik denk niet dat die fietsers gebruik gaan maken van zo'n vrijwel vlakke fietsroute die dan wordt aangelegd met 9 kilometer extra asfalt. Ik ben helemaal niet allergisch voor asfalt. Zeker niet als het een doel dient. Als er een openbare weg is, maar aan de rechterkant... En dit vind jij een doel dat makkelijk... Absoluut. Waarom? Omdat als je een openbare weg hebt, hier zoals ze zeggen, ik noem het maar even de Mergelandroute, met aan de rechterzijde en aan de linkerzijde een stukje wat gereserveerd is als fietspad, en je kunt van die hele drukte daar een gedeelte afbuigen door achteraf, met wegen die er toch al zijn, maar die je dan verhardt. Als je daar dan een mooi fietspad, een rustig fietspad kunt aanleggen, ik denk dat je daar een aanbod mee creëert. Ik denk dat dat alleen maar positief is. Maar Michel, jij bent voor. Ja. Ik ben hartstikke voor. Ik zeg er ook eerlijk bij, ik heb er ook belang bij. Ik ben zelf... Ik ben zelf een fietser. Het is allemaal meneer fietsen. Ik vind het hartstikke fijn. Ik zie met heel veel plezier dat er flink gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden om hier in het Heuvelland te komen recreëren. Ik waardeer dat positief. Dat zijn de mensen die hier komen, die zoeken iets en ze vinden het ook, namelijk rust, ruimte, schoonheid enzovoort. De meesten gedragen zich daar ook naar. Gedragen zich naar even terug naar die trambaanfietsroute. Ja. Sander, wat vind jij ervan? Ja, ik heb... Toen ik het eerst hoorde, dacht ik ook van, dit is gaaf man, dan kan ik dadelijk, maar ja, wie gaat ik er nou, eindelijk ja, wie gaat er nou, oh ja, ik moet een dag in de Haag werken, nou, ik pak de fiets, 30 kilometer op de trambaan fietsen. Ja, dat lijkt me niet, dus het lijkt me echt weer iets wat voor toeristen is. Nou, in Noorwegen is er boven, ik kwam net langs een of ander nieuw vakantiepark gerezen weer. Maar denk je dat het goed is voor de economie? Ik ben geen econoom, maar ik denk wel dat, het Heuveland is super populair, fietsen is immens populair, ook met dan met onze Giro-winnaar natuurlijk dadelijk. Ja. Het is hier, ik bedoel, ik zit vaak in de trein van Maastricht naar IJzer, dan zeggen mensen, is het toch Nederland? Is dit iets dat kan gebruiken? Voor mij hoeft het niet. Ja, daar wordt nou gelijk door Michel jou gezegd, dat is dus helemaal de vraag. Uh-huh. Kijk, wat zijn de beperkingen die je dadelijk aan een dergelijke fietsbaanroute stelt? Want dat is mij uit alles wat ik heb gezien niet duidelijk geworden. Uh-huh. En ik kan me als bewoner voorstellen dat je dat wel eens een keer ergens had willen vragen. Maar welke vragen heb je dan? Nou, bijvoorbeeld, is het toegestaan om aan die route die men dan gaat aanleggen, om daar voorzieningen bij te bouwen? Dus jij ziet weer van die leuke foodtrucks. Oh mijn god, dat wordt weer een terrasje links en dat wordt weer een terrasje rechts. En daar gaan we zou dat de bedoeling zijn? Dat weet ik dus niet. Daar gaan we weer een afdak maken, want als het snel regent en hard giet, dan moet je als fietser, want als je gaat het gebruiken om naar je werk te gaan. Ja. Zoals ik al zei, ja. Maken. Nou, okay. Met de brommer. Zullen we ons beperken tot de plannen zoals ze er liggen? En dat is namelijk het verbinden van kernen die er al zijn, met voorzieningen, via een achterafroute, in plaats van naast de drukke weg. En gewoon via een achterafroute. Ja, door de natuur, hartstikke mooi, met wegen die er toch al zijn. Maar als ik in een auto zit en het begint te gieten, dan zit ik droog. Ja. Als ik op een fiets zit en ik ga dan word ik zo nat als wat. Hoe lang was die route nou ook alweer, Marianne? 30 kilometer. 30 kilometer. Ja, maar het wordt en dat, in die 30 kilometer worden allerhande kernen met elkaar verbonden. Ja. Nou zeg. Maar is het een vlakke route ook trouwens? Voor zover dat hier mogelijk is. Wat mijn opmerking wil zeggen is, als je zegt het is economisch interessant, dat is een begrip dat stelt geen draad voor. Vul het in. Kijk, als hij zegt ik ben geen econoom, was het maar zo dat alle economen dezelfde manier van redeneren hadden, want dat is ook niet waar. Ja. Dus wat is dan dat economische doel wat je daarmee probeert te bereiken? Wat is dat dan precies? 500 fietsers per dag. Ja. Fietsers per dag, dat is er één per minuut. Hè? Trouwens, reken het maar na. Op 8 uur is er dat één per minuut. Dus dan komt er een fietser voorbij. Kijk, daar hebben we dan jou weer voor. Je wacht een minuut en dan komt er weer een fietser voorbij. Nou, en dan vind ik nou niet dat er hier sprake is van een onaanvaardbare drukte, eerlijk gezegd. Dat zeg ik niet. Er is wel een ander risico. Ja. Er zijn op dit moment fietsen en fietsen. Dus
In hoeverre heb je dadelijk te maken op dit fietspad met e-bikes die een gemiddelde snelheid van 30 km per uur halen, of 40 km per uur. Ja. Scootertjes, want die mogen ook op dat fietspad. Mm. Dus kijk, dat zijn allemaal vragen die ik niet beantwoorden. Ik zou zeggen, maak het ding gewoon breed genoeg. Mag Michel met 10 anderen in een peloton rijden? Dat vind ik bijvoorbeeld graag. Ja, dus niet ik weet naast niet welke spelregels er dadelijk gaan gelden op dat mooie maar fietspad. Maar gematigd positief hoor. Ja. Goed, eventjes wat breder. Naar het toerisme in dat heuvelland, hè, want daar hadden we het viel net al, dat het heel erg druk is. Ja. Dan komt er zo'n fietsroute bij, los van allerlei evenementen die iedere keer in dat heuvelland zijn. Oh ja. Ja, de fietsevenementen, ja. Die... Niet alleen fietsen. Nee, je hebt wel een narrow-minded blik hoor. Ik zit nog in dat fietsen. Welke evenementen hebben we nog meer? Ach, mijn lieve god, je moet op een gemiddeld weekend eens gaan rondrijden in het heuvelland. Dan heb je feesten, braderieën, festivals, noem het allemaal. Ja, kijk, dit is natuurlijk ook een beetje de explosie van het fenomeen festival. Hè. Toen ik op de middelbare school zat, had je alleen Pinkpop en dan ging je heen. Maar de rest van de school ging er eigenlijk niet heen. Gebeurde er niks. Wie gaat dan op een Dixie zitten? Ja, echt niet. Ja. Maar tegenwoordig, elk weekend heb je 6, 7 festivals. En door de week zo. Fantastisch, ja, hartstikke leuk. En dus is dan de vraag toch terecht. Want al die mensen die daar naartoe komen, die komen voor een deel ook met de auto. En die auto moet weer ergens blijven. Je moet eens kijken hoeveel weilanden in een jaar gemeten worden omgetoverd tot parkeerplek. Ja. Af en toe dan. Er werd geopperd door iemand, laten we dan het openbaar vervoer gewoon gratis maken. Dan ben je die auto's in elk geval kwijt. En jij denkt dat je dan de mensen in met de belbus krijgt. Ja. Ik geloof er geen draad van. Nee. Omdat iedere keer bewezen wordt dat een geheide automobilist zich niet uit die auto laat jagen. En zeker niet in een bus gaat zitten. Want het imago van een bus is, ja, ik weet ook niet hoe dat historisch in elkaar zit, maar een bus schijnt een soort degradatie van je maatschappelijke status te zijn of zoiets. Dat moet ik afleiden uit hoe de mensen praten. Ja, maar het is geen oplossing, zeg je. Ja. Ik denk niet dat het een oplossing is. Maar even naar al die evenementen, hè, want soms, zeker in de zomer, is het inderdaad erg druk hier. Zou je er iets aan moeten doen? Heb je eigenlijk als gemeente ook juridische mogelijkheden daartoe? Voor evenementen? Nou ja, je hebt in elk geval, als je een evenement wil organiseren, heb je op allerhande gebied vergunningen nodig. Nou, die worden vergund door een gemeente. En een van de regels waaraan dan wordt getoetst is of er voldoende wordt gedaan aan de verkeersveiligheid, de parkeermogelijkheden, de brandveiligheid. Maar daar zit het probleem niet. Nee, maar daar zit voormalig burgemeester Vaals. Daar zit het probleem. Het probleem is dat men in Vaals zich aan de spelregels houdt en dan worden de vergunningen afgegeven op basis van alles wat klopt, maar daarnaast ligt Gulpen Wittem en die heeft zo zijn eigen spelregels en die toetst ook en die geeft ook vergunningen af. Ja. En als je dan hemelsbreed gaat kijken, dan zie je dus een enorme stapeling van alles en nog wat in dezelfde periode. Maar dan geef je dus aan dat het eigenlijk heel moeilijk is voor overheden om dat te reguleren. Nee, er zijn evenementenkalenders al, ik weet niet hoe vaak, uitgeprobeerd. Ja. Alleen, dan moet elke gemeente die meedoet aan die evenementenkalender wel zijn informatie doorgeven. Ja. En ik geloof ook al in de burger in deze. Want ik geloof ook wel in. Want wie heeft er nou last van een evenement? Nou, de burger. Ik kan me voorstellen dat als er elke week bij jou op de hoek weer een feesttent staat, dat je op een gegeven moment zegt, ja maar ja, hallo, yolo, hoe gaat het? En ik denk dan, doe er dus eerst zelf eens wat aan. Hè? Kom dat eens een keer zelf. Ik bedoel, het mooiste voorbeeld, ik geniet altijd op Facebook van de gemeenteberichten en ook van de L1 berichten. Nu laatst is binnenkort een Tour de Limbourg bij L1. Dan gaan ze door langs allerlei. En dan zijn er op Facebook tal van mensen, waarom komen ze niet Roermond? Waarom kom je nu niet rond? Dan denk ik, dat programma bestaat al 6 jaar, of 3 jaar, weet ik veel. Begin een actiegroep, kom in rond. En dat kan je met dit soort dingen ook. Ik geloof er wel in. Want bijvoorbeeld bij mij in de straat is er een enorm parkeerprobleem ontstaan. Omdat wij 2 welvarende toko's hebben die je eten voorzien. Namelijk Onnebad en Lameus. Uh-huh. Hartstikke fijn, ik maak er zelf ook gebruik van. En hebben ze nu parkeervergunningen hebben ze ingesteld bij ons in de straat. Parkeervergunning. Voor bewoners. Voor bewoners. Ja. Werkt natuurlijk voor gemeente, want er komt niemand het controleren. En al die Belgen. Ik hoor aan jullie dat dit probleem voorlopig nog niet is opgelost. Het is een lang bestaand probleem. Ja. Het is een lang bestaand probleem. Spannend probleem. En het is niet zomaar de wereld uit. Ik dank jullie hartelijk, Michel Rompelberg, Monique Quint en Sander Ruiters. Dit was De Tafel. Bedankt voor het kijken. Heel graag weer tot de volgende keer.